mensen van Nick Games, en ik zie kijk naar een gloednieuwe video. Ik ben ik en vandaag zijn we weer bij een gloednieuwe tutorial video. Het is een hele tijd geleden dat ik natuurlijk een video heb gemaakt, want mijn programma zit hier en daar in de war. En als je geruis hoort, sorry ervoor. Peppe zei van het trekt het niet echt zo goed binnen met opnemen, dus ik moet een hardere blaasstand aanzetten. En blaas, dat is weer geluid en geluidsirritant. Ja, zo werkt het. Nou. Maar in elk geval, hopelijk lijkt het niet te veel, want ik heb wel wat problemen met mijn opnameprogramma. Maar alleen vandaag gaan we hier bij een nieuwe redstone dingetjes 3 gaan wij dus een lift maken. Een hele bijzondere pistonlift. Elke pistonlift die je kijkt, die is of die doet het niet meer, of die werkt half. Of als je met piston hoog gaat, blijf je vastzitten. Of je gaat in survival wel, maar dit is een survival friendly, dus deze kan je in survival ook gewoon prima maken. Je gaat erin staan en je drukt op de button. En je gaat vanzelf naar boven. Je hoeft helemaal niets te doen, alleen daar vooraan. Je kan er gewoon uitlopen, maar ja, dat is natuurlijk gewoon je eigen domme keuze. En dan heb je hier weer een button om naar beneden te gaan. Maar dan ga ik even zo doen. Dan zie je hem ook van buitenaf. Hoe compact die eigenlijk is. En dit is het onderstukje. Dit is de lift. En dat is het bovenstukje. Alles wat ik in mijn inventory heb, heb je nodig. Dus dat betekent dat je nodig hebt een blok naar keuze. Slime block, observer, sticky piston, obsidian, redstone, button en een stone slab. Tenminste, een stone slab hoeft niet per se. Maar dan is het altijd handig als je dat wil. Als je stone slab niet wil, dus wat ik hier heb gedaan, die heb ik een stone slab gedaan. Dat kan ik vervangen door een normaal blok, maar ik heb dat vervangen naar de stone slab. En waarom obsidian? Nou, dat is voor deze dingen. En voor deze ook dat je hier gewoon blok omheen kan plaatsen. Want obsidian wordt namelijk niet meegetrokken door slimeblocks. En dat is wel een beetje zo'n kwestie, want je moet wel dingen hebben die meegetrokken worden door slimeblocks. Dus anders, ja. Maar nogmaals, sorry voor het achtergrondgeluid. Ik ga het zo snel mogelijk fixen, maar we gaan beginnen. Wat we dus als eerste moeten doen is een 3 bij 5 bij 4 diep. Dus een streep wat hier ook staat van 3. Dus dan bouwen we hem 1, 2, 3. En dan van 5, 2, 3, 4, 5. Dan is die precies dezelfde lengte. En dan uithollen. Natuurlijk. En dan 1, 2, 3, 4 diep. Het staat ook in beeld van alle duidelijkheid. Dan kan je ook altijd lekker makkelijk kijken hoe het moet. En zo. Even kijken of het hier ook gelijk staat. Want ik wil even zeker weten dat ik het goed heb. 1, 2, 3. En dan van 1, 2, 3, 4. Dat is helemaal correct. Als het goed is toch? 1, 2, 3, 4. Ja, correct. Nou, dan gaan we hier als eerst beginnen met de pilaren omhoog. Dus dat is wel heel belangrijk. Dan gaan we dit alvast even dichtmaken. En daar zit alvast de button op. Hoef je dat zo niet meer te doen. Je mag deze zo hoog maken als je wilt. Is niet aan mij hoe hoog je hem wil hebben. Je mag hem zo hoog maken als je wilt. Dus dan maak ik hem hier 1. Ik maak hem even 20 op. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zo, dat is de hoogte. Dat is 20. Nou. Dan maken we even zo'n dingetje. En dan gaan we maken hier weer even hetzelfde als 20 als de hoogte. Zo precies aan dezelfde kant. Maar dan plak je er nog 4 bij aan. 1, 2, 3, oh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moet toch altijd zo'n stom idee zijn. Zo, dat is beter. Nou. De plaats van daar, daar en hier. Obsidian. Stiek piston eronder. Redstone aanleggen. Button eronder. Wat deze doet, is gewoon heel simpel. Hij trekt even de sticky piston naar beneden. En hoe ze die vast blijft haken, vraag mij wat. En
Okay, deze blijft dus normaal vasthaken, maar apart. Het is goed, dus als ik deze zo doe, dan blijft hij niet vasthaken, toch? Nee. Hoezo blijft deze dan wel vasthaken? Oké, dat zie je zo meteen wel. Hopelijk doet hij het dan wel, want hij hoort gewoon goed te zijn. Nou, dan hebben we dit gedaan, dan gaan we natuurlijk bezig met hier. Onda. Want hier is voor de rest klaar, die button wordt zo wel geactiveerd. Maar dan, eerst plaats ik in het midden, onder dit, een sticky blok, sticky piston, wood, en hierop het redstone, wat dus de button gaat poweren. Nou, dan plaats ik even een blok voor de leukigheid. Dan een observer, die wijst naar boven met een sticky piston erboven, deze mag weer weg. En dan plaatsen we hier twee slimes. En hier een blokje obsidian. Naar boven. Sticky piston naar onder. En hier de vier slimes op. 1, 2, 3, 4. En dan is dit gedaan. Soort van. Dan is dit gedaan als het goed is. En dan je mist nog een observertje. Oh, facing downwards. Oeps. Juist. En als het goed is, zou die nu al moeten werken. Dan kan je hier een blok plaatsen, in elk geval de slab. En even testen of die werkt. Hij gaat dan naar boven. Dat is een goed teken. Dus even wachten tot we boven zijn. We zijn boven, kunnen we ook weer naar beneden. We kunnen ook weer naar beneden! En de piston intrekt niet. Oké, dat is een hele rare bug. Normaal zou die wel gewoon in moeten trekken, maar op een andere manier blijft die piston daar haken. Fijn. Hier is die weer beneden. En dan het enige wat je nog moet doen is hier obsidian omplaatsen. Zo, of niet per se daar, maar als je hem nu omhoog doet, dan blijft de grond hangen. En dan kan je dit zeg maar een beetje mooi decoreren. Maar ik kan niet decoreren. En dan kan je dus niet dat doen, want daar zitten slimes. Dus dan moet je nog met obsidian werken. Want hier zitten natuurlijk nog slimes op die dat weer mee trekken. Maar dat is het eigenlijk al. De lift. Want je hebt vele soorten liften. Maar een paar werken nu ook. Want je hebt heel veel van die pistolliften. Bijvoorbeeld dat je op een ster staat die meteen omhoog kan. Allemaal leuk en aardig, maar het werkt gewoon niet meer. Want soms werkt die pistons gewoon niet. Dan blijf je in het blok zitten. En bij 1.9 was nog het leuke dat als je in de piston kwam, je op dat het boven wordt geteleporteerd. Maar dat is ook weer gefixt. Dus daar kan je ook geen lift in meer maken. Dus dan is eigenlijk dit de beste optie. Jij werkt ook gewoon zonder iemand erin. En eventueel zou je dat ook nog maar kunnen slappen. Dus eigenlijk gewoon maar 20 blokken hoog. Je kan het zo hoog maken als je wil. Oh, de piston intrekt automatisch. Oké. Fijn dat we weten. Maar je kan natuurlijk ook dit doen. Huppakee. En dan zitten daar gewoon twee slabs. Dat is niet zo moeilijk aan. Maar alleen pas op als je bijvoorbeeld een blok verkeerd plaatst. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een houtblok verkeerd geplaatst hebt. Een houtblok zit hier en dan neemt hij mee. Dan moet je even voorzichtig slopen. Want dat je niets van het systeem sloopt. Maar dus hoop ik heb je genoten van deze spuug. Van deze kleine video. Hoe je eigenlijk deze hele simpele lift in elkaar zet. De volgende video gaan we bezig met... weet ik eigenlijk niet wat we mee bezig gaan. Als je het ziet, dan zou je het waarschijnlijk wel weten wat de volgende video wordt. Ja, dus zo heb ik genoten van deze video. Smaak een like mogen ze niet gedaan. En tot de volgende keer. Dik vet, ciao en al. Peace. Later.